Daarbij doe je dus bepaalde aannames over hoe de economie zich zal ontwikkelen, hoe de technologie zich zal ontwikkelen enzovoorts. Als je in die aannames gaat variëren, krijg je andere scenario's en dus ook andere uitkomsten. En ik geef je er nu een voorbeeld van. Dit is scenario 9. Kijk, hier zie je bij andere aannames dat er ook hele andere uitkomsten uit gaan komen. Hier zie je ook rond 2050 iets bijzonders optreden, of misschien wat eerder. Ja, dat is een beetje, het is niet helemaal een scherp punt, hè, dus ik kan niet zo exact zeggen. Maar wat je ziet is dat de wereldbevolking een tijdje nog blijft groeien en dan min of meer stabiliseert. Dat wijst dus op geen rampen. Terwijl het welzijn datzelfde doet. En als je nou kijkt naar de andere grafieken, de wereldwijde, de mondiale ecologische voetafdruk, die neemt scherp toe tot, wat is het, ongeveer 2020 geloof ik, als ik het zo zie, hè? En begint dan te dalen. Blijkbaar in dit scenario zijn er manieren bedacht om dat voor elkaar te krijgen. En de vervuiling idem dito, iets later weliswaar met het omslagpunt. En dan de voedselproductie, industriële en de resources, die vertonen eveneens een veel gezonder beeld. En waarom is dit nuttig? Omdat dit helpt je om na te denken over wat kunnen wij doen en wat moeten wij doen om rampen te voorkomen, om in tegendeel juist naar een duurzame samenleving toe te gaan. Om onze wereld dus een heel stuk beter en gezonder te maken. Dit helpt je om daarover na te denken. Dit is geen absolute wijsheid, want het kan natuurlijk heel goed zijn dat er onverwachte dingen gebeuren waardoor dit allemaal niet klopt. Maar in elk geval is het richtinggevend. Het helpt je om na te denken. En dat betekent dus dat als je probeert te bedenken waarom jouw bedrijf, maar nou ga ik natuurlijk terug naar jullie hier, waarom jouw bedrijf op koers zit om eerder in scenario 9 terecht te komen dan in scenario 2, dan ben je toekomstgericht en duurzaam bezig. Dan heb je dus niet alleen nu, maar ook over 25 jaar, niet alleen shareholder, maar veel belangrijker, stakeholder value.